To Go is eigenlijk een organisatie die strijdt tegen voedselverspilling. Een derde van al voedsel ter wereld wordt verspild en dat heeft een heel grote impact op vlak van ecologie, maar ook economisch en sociaal zijn die gevolgen dramatisch. Hey, ik ben Jonas, ik ben 28 jaar oud en ik heb een tijdje geleden To Go in België opgericht en ben ondertussen... Ik heb het concept van To Go leren kennen toen ik aan het reizen was in India. Daar een Scandinavisch koppel leren kennen die me vertelde over het concept. En ik was eigenlijk onmiddellijk verkocht, ik vond het een fantastisch concept en ik heb dan gewoon Too Good To Go in Kopenhagen gecontacteerd. Die hadden niet echt interesse op dat moment om naar een land te komen die een vrij kleine markt heeft. Drie talen, een redelijk complex systeem op vlak van overheden en dergelijke. Maar dan toch blijven aandringen en na enkele heel fijne gesprekken dan toch overeengekomen dat ik het concept in België mocht kopiëren en hier opstarten. Nou, het lanceren waren, was het fantastisch. Ik moest eigenlijk niet wachten totdat we een soort van arbeidscontract en al dat soort zaken hadden opgesteld. Nee, we konden eigenlijk onmiddellijk aan de slag via Tento. En terwijl al de rest wat moest in orde gemaakt worden, in orde maken. Dus in het begin was dat fantastisch om zo flexibel en zo snel te kunnen van start gaan. En daarnaast werk ik nog altijd met heel wat jobstudenten via Tento. Wat voor ons heel makkelijk is. Het is ongelooflijk flexibel en we moeten onszelf niks aantrekken van die administratie. En voor de studenten is het ook gewoon een makkelijke manier om overzicht op vlak van hun uren en prestaties te bekijken en hun loon te ontvangen. Goh, ik werk al vrij lang via Tento, ook in de vorige organisatie met Tento gewerkt. Ik ben ook zelfstandige bij Tento in bijberoep. Voor een ander project ook heel vaak met Tento samengewerkt. En dat verloopt ongelooflijk vlot en ik zou niet weten waarom ik met iemand anders wil samenwerken. Zou ik Tento aanhalen aan anderen? Voor mij werkt het fantastisch goed omdat het een heel persoonlijk en makkelijk contact is. Dus als je daar fan van bent, zou ik zeggen, probeer het ook. Mijn favoriete To Good To Go is niet één specifieke zaak of zo. Ik vind het bijvoorbeeld fantastisch om To Good To Go te halen bij een supermarkt. Dat je echt van alles kunt meekrijgen en dat je dan ook een klein beetje op een leuke manier gedwongen wordt om creatief aan de slag te gaan met voedseloverschot. Hè. Dus dat vind ik fantastisch. En daarnaast vind ik het ook heel leuk om bij bakkerijen langs te gaan, omdat je met brood best wel creatief kunt zijn en heel wat verschillende zaken kunt doen. En als laatste, als ik dan een derde favoriete moet kiezen, dan vind ik het ook heel leuk om gewoon nieuwe zaken te leren kennen. Dus ik vind het fantastisch om ergens te bestellen waar ik nog nooit ben geweest en op die manier die restaurants leren kennen.